Op initiatief van de commissaris Ruben Kensen van het Korps Politie Suriname KPS zal er op 7 mei een speciale dag naar het politie-recreatieoord Kraka worden georganiseerd. Het uitstapje is voor de minder actieve politiefunctionarissen, gepensioneerden en burgerpersoneel van het KPS. Op die dag vindt de proclamatie van de VIP KPS-vereniging plaats om al deze politiefunctionarissen tegemoet te komen. De dag is bedoeld om extra aandacht te besteden aan de mensen die na 20, 25, 30 en 40 onafgebroken dienstjaren hun krachten hebben gegeven aan het korps. Met dit initiatief wil de korpsleiding de waardering voor deze functionarissen en ander personeel naar een hoger niveau brengen. De gedachte is ontwikkeld door de nu nog actieve commissaris van politie. Omar Terborg en de huidige korpschef, waarnemend korpschef van Korps Politie Suriname, commissaris Ruben Kensen, om extra aandacht of wat aandacht te besteden aan de mensen die na 25, 30, 40 dienstjaren onafgebroken en trouw hun diensten en krachten te hebben gegeven aan het Korps Politie Suriname. Om die mensen die vaak genoeg geen belangen behartiger hebben, om die mensen toch enigszins tegemoet te komen. En aan de hand daarvan is, hebben we op 7 mei aanstaande de proclamatie van de VIP KPS vereniging. Het is om al deze mensen, zowel burgerpersoneel die bij de politie heeft gediend, als politieambtenaren, om die mensen tegemoet te komen. Ja, omdat de president ook gepensioneerde is van de politie. Ook de huidige minister van Defensie, mevrouw Matura, is ook een gepensioneerde van de politie. En als zodanig bij de proclamatie van deze vereniging kunnen wij deze mensen niet uitsluiten. Ze zijn een deel van ons. En uit die hoofde dat we de mensen dan ook uitnodigen. Dat woord van gepensioneerde en ex-politieofficier en dat soort dingen, ex-ex, dat soort toestanden, een beetje op een ander niveau te brengen. En wij hebben toen gekozen voor de term VIP-KPS. Dus je bent VIP van het Korps Politie Suriname. Waarom hebben we dat gedaan? Wanneer je actief bent, dan ben je bijna elke dag met elkaar samen. Of je zit in een meeting, of je zit in een vergadering, of je werkt samen, of je bespreekt samen. Maar als we eenmaal met pensioen zijn, dan is het alsof je nergens bent. Als je toevallig een gepensioneerde ontmoet, dat horen we elke dag. Maar dat willen we niet meer hebben. Wat wij zeggen is, wij willen dat in ieder geval, misschien met een beetje minder activiteiten, maar door laten gaan. Want als je eenmaal gepensioneerd bent, ben je zo moe van het 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar, 35 en 40 jaar onafgebroken trouw en eerlijk de politie te hebben gediend. Ja, dan ben je eigenlijk moe geworden. Maar wij denken dat we die vermoeidheid op een andere manier willen activeren, zodat de mensen weer zich niet zo vermoeid voelen, maar wel meegaan, sociaal meegaan, weet je, met activiteit en dergelijke dingen. Gelukkig heeft de toenmalige Nieuwijlen korpschef Monsels in de tijd de gepensioneerde dag geïntroduceerd, die wij nu gaan noemen VIP-dag. Snapt u? En daar is een hele organisatie achter. Zoals u weet zijn een aantal hoogwaardigheidsbekleders voor ons ook VIP'er. De president is denk ik is op weg naar 64 denk ik. Hij is VIP'er, want 60 jaar dan heb je zo'n baan. Dat geldt ook voor mevrouw Matura. Meneer Amoxi, hij is aankomende, neem ik aan.